De Alro Group is gespecialiseerd in industriële coating van kunststoffen en metalen onderdelen voor de automobielsector. Het bedrijf heeft haar basis in België en stelt meer dan 1000 mensen te werk in haar vestigingen in België, Nederland en Slowakije. Een groot gedeelte van de auto's en vrachtwagens die u dagelijks op de weg tegenkomt, bevatten meerdere onderdelen die door Alro Group gecoat zijn. De klanten bestaan uit zowel de belangrijkste auto- en vrachtwagenmerken als uit grote toeleveranciers. Alro biedt met moderne lakstraten een grote diversiteit aan coatingmogelijkheden aan. Een eerste is elektrocoating, een van de meest kwalitatieve technieken voor het beschermen van metaal. Hierbij doorlopen metalen auto- en vrachtwagenonderdelen onder meer op opeenvolgende stappen. Ontvetten, aanbrengen van een anticorrosielaag, elektrocoating en uiteindelijk uitbakken in een oven. De handling van de onderdelen buiten de lakstraat kan manueel uitgevoerd worden of automatisch door middel van robots. Een mooi voorbeeld hiervan is de robotinstallatie van een groot e-mobility project waarbij Alro de oppervlaktebehandeling verzorgt van de grote batterijbehuizingen van elektrische wagens. Daarbovenop kan Alro de onderdelen een afwerking in een poedercoating geven. De aangebrachte poeder kan functioneren als grondlaag of als eindafwerking. Naast vele toepassingen in het chassisbereik van voertuigen, is de Alro Group een van de weinigen die in staat is om auto-exterieurdelen in hoogglans zwartpoeder af te werken aan de hoogst mogelijke visuele eisen. Het derde en meest voorkomend coatingprocedé is het natlakken. Een proces dat gebruikt wordt voor de afwerking van zowel kunststof als metaalonderdelen. Alro beschikt over de meest moderne lakstraten waarbij de producten via automatische transportsystemen verschillende processtappen doorlopen. De eerste processtap is steeds het reinigen in een voorbehandeling. Daarna worden sommige kunststofsoorten eerst geactiveerd door een bevlamming voor het zekerstellen van de hechting. De verschillende coatinglagen worden in één of meerdere cabines aangebracht met robots. In functie van de toepassing kan dit variëren van 1 tot 4 lagen. Na het drogen van het volledige verfsysteem ondergaan alle producten steeds een eindcontrole. Alro is meer dan coaten. Aangezien er tussen het maken van een onderdeel en het monteren op de voertuigen naast het coaten dikwijls meerdere processen nodig zijn, heeft Alro zich verder gespecialiseerd in deze extra activiteiten. Automatische assemblage in een robotcel, manuele assemblages in een montagevoorrichting, selectief verwijderen van verf door met lasertechnologie uitgeruste robots, afdichtingen en verlijmingen, just-in-time en just-in-sequence leveringen. Zo vult Alro alle schakels in tussen het maken van het product en de eindmontage bij de klant. Alro voldoet steeds aan de meest recente kwaliteits- en milieusystemen. Om de kwaliteit en duurzaamheid van de producten te garanderen, worden de klantspecifieke eisen in laboratoria gecontroleerd door middel van specifieke apparaten die de praktijk simuleren. Niet enkel het gebruik van wind- en zonne-energie onderschrijft de milieuvriendelijke visie, maar ook de eigen recyclagefirma Recytech. Als onderdeel van de groep beheren zij de verwerking van de afvalstromen, zowel voor de Alro-vestigingen als voor externe firma's. Mobiliteit is in de loop der tijd een steeds prominentere rol gaan spelen. Het Alro-team is er trots op om hier iedere dag opnieuw een duurzame en kleurrijke meerwaarde aan te kunnen bieden. Alro Colors Your Mobility.